Toen hij in de halve finale koos om aan de piano een eigen liedje te zingen, wist de jury het zeker. Hier zit een echte artiest. Chantal wil al zijn muziek wel luisteren en Edson noemde hem al een ster. Het is tijd voor Florent. Holland's Got Talent is voor mij tot nu toe heel leuk geweest, heel leerzaam. Hoewel ik natuurlijk wel gewend ben aan nu de paar optredens, is de spanning voor de finale wel aanwezig, zeker. Florent, welkom. Hier, zelfverzekerd, loop je zo de finale binnen. Ja, spannend. Met je eigen muziek heb jij het gewoon geschopt tot de finale. Chantal zei zelfs dat ze gewoon een heel album van je wil luisteren. Het wordt ook alleen maar mooier. Ik wil nu gewoon alles van jou luisteren. Heerlijk, dankjewel. Wij zijn dolblij dat je in de finale zit en meer dan verdient, want je bent ontzettend talentvol. En vandaag gaan we jouw talent ook vieren. Ja, kom binnen. Dankjewel. De halve finale, daar deed ik voor het eerst een eigen liedje, Even Geen Tijd. En dat heb ik geschreven omdat ik wel eens kan voelen dat de maatschappij van alles van mij verwacht en van ons allemaal. En dat liedje gaat eigenlijk over dat je even op een plek wil zijn waar even geen tijd is. Ik wil even niet zijn, even geen tijd. En de jury reageerde daar heel, heel positief op. Jij bent de next best thing. Je bent gewoon een ster. Echt serieus. Je bent echt goed. Dus dat was heel overweldigend. Dat vond ik superleuk om te horen. Niet vergelijkend op iemand anders. Helemaal niks. Het is gewoon jij bent. Dat je dat over kan brengen, dat is echt iets heel bijzonders. Dank je. Ja. Het feit dat het dus een eigen liedje is, vond ik extra spannend. Zeker voor zo'n groot programma waar zoveel mensen naar kijken. Maar dat maakte het ook puurder. En dat is wel een beetje wie ik wil zijn als artiest zijnde. In de finale ga ik ook een eigen liedje doen. Dit eigen liedje is wel iets meer uit mijn comfortzone, zou je kunnen zeggen. En nu is er een hele band bij. Dus dat vind ik zelf ook echt super gaaf. En wat er ook gebeurt, ik vind het ontzettend leuk dat ik in de finale mag spelen. Vanavond samen met een waanzinnige band. Met zijn eigen nummer Darkness is hier Florent. I know a boy, he's all alone, he's making noise, but got no home, there is no light, do you show him ways, it's only darkness that knows his name. Doesn't feel like himself, like himself. He doesn't see himself, himself. It's only lies that make him act. He's only fighting with himself. He knows it play, knows it play. How it reacts, how it reacts. And that it comes down to only facts. It's getting bigger, bigger under his skin. And he's ready for the scream to begin. It's silence down every sound. It's only darkness that he feels.
prachtig gedaan. Ja. Dit liedje heb je zelf geschreven, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het klinkt geweldig. Heel erg knap gedaan. Je bent gewoon iets speciaals. Het is geweldig hoe je daar zit. Ons eigenlijk niet aankijkt, maar we willen toch naar jou toe. Het is gewoon een totaal pakket. Dit witte pakket met een zwart t-shirt. Dankjewel. Ja, strik erom, klaar. Ja. Ja, echt voor je genoten. Ja. En jij zei al bij de eerste auditie van ik wil al je muziek luisteren. En dat kan ook nu, want Darkness is nu te streamen. Ja. Ja, dus zet hem in je playlist. Wow. Okay. Ja. Nice. Mark-Marie? Ik zal heel eerlijk zijn. Toen je nu zou gaan zingen, dacht ik, oh god, met al die muzikanten. En dan verliezen we misschien dat kleine wat we zo mooi vinden van jou en zo. Maar dat was geen enkel probleem. Je houdt zo de aandacht vast dat het alleen maar extra is, die muzikanten. En dat jij beheerst het zo dat het alleen maar beter werd daardoor. Ik vond het echt, echt wederom. Dankjewel. Heel bijzonder. Heel erg bedankt. Nou. Ja, you're just going to get more of the same from me. You know, usually we watch somebody over these weeks and months kind of grow and develop as an artist on the stage. But with you, I think you showed up almost as a finished product. We've just gotten to see what you can do, whether you're doing a cover or you're doing your own music or whatever it is. But it's just fun to watch, and I'm just excited Thank to see what else you have coming in the future. Thank you. Yeah. Klinkt een beetje gek misschien als ze in termen praten als product, maar je begrijpt wel, dat zijn natuurlijk allemaal vaktermen, hè? Ja, oké. Het komt misschien persoonlijk, maar Edson. Ja, Floran, je bent geweldig. Ik denk dat je, ik weet niet hoe ver je in dat proces bent, maar zorg dat je goede advocaten hebt. Zorg dat je mensen achter je hebt staan, een goed team, wat die contracten goed gaat kunnen lezen. Want mensen gaan jou bellen, ze gaan jou willen. Of je nou hier wint of niet, je komt er, je bent er. Dankjewel. Laat je nog één keer horen voor Floran. Dank je. Dank je. Dat was fantastisch.